met een Volkswagen Golf in brand gestoken. Met dit dus als gevolg. Een schade van miljoenen voor de samenleving. Er is dus een beloning van 50.000 euro voor de tip die deze zaak gaat oplossen. Er zijn nieuwe aanknopingspunten. Want recent is een nieuwe analyse van de bewakingsbeelden gemaakt. In eerste instantie maakte de politie bekend dat de blanke tot licht getinte dame die we zien, fors, niet wat bijzonder, dat die man heel erg lang was. Maar door die nieuwe analyse blijft de man op de beelden langer leek dan die in werkelijkheid is. De dader is waarschijnlijk maar zo'n 1,75 meter lang. En daarnaast blijkt nu dat de daders mogelijk een hele duidelijke link met de stad Eindhoven hebben. Om te beginnen werd een van de in brand gestoken auto's in Eindhoven gestolen. Maar inmiddels heeft de politie ontdekt dat de auto waar de daders mee zijn gevlucht ook daar vandaan moet zijn gekomen. De Volkswagen Bora wordt door die blanke tot licht getinte forse man van 1,75 meter in brand gestoken bij de hoofdingang. En de zwarte Volkswagen Golf door een andere persoon bij de nooduitgang aan de Koningin Juliana Laan. Van die laatste persoon is gezien dat hij daarna in een